Diederik, goedemiddag. Goedemiddag Jacob. Welkom hier weer bij Jachthuis Lemuiden. Dankjewel. We hebben dit jaar een actie gedaan met Sweatteam ter introductie van de nieuwe Antibite kledinglijn. Er zaten heel veel nieuwe items in. Het idee was om mensen te laten zien waarop de werkzame stof van deze nieuwe Antibite kleding gebaseerd is. En dat hebben we gedaan met een prijsvraag. En dat hebben we in het land een beetje in alle bladen laten verschijnen. Ja, dat is een van de voorbeelden van advertenties die we gedaan hebben. En daar zijn ongelooflijk veel reacties op gekomen. De mailbox stroomde vol. En dus we hebben gemeend om jou vanavond, vanmiddag, de prijsuitreiking te laten doen. De trekking. Ja? Ja. Maar Diederik, voordat we overgaan tot die prijsuitreiking, dat het trekken van de winnaar, ja. Wil ik je nog een keer vragen om even uit te leggen waarop die werkzame stof van Antibite nou gebaseerd is. Eerst even voor de mensen die Sweatteam niet kennen. Sweatteam is een Zweeds bedrijf, helemaal gespecialiseerd in het maken van functionele jachtkleding. Innovatief is een woord wat bij ons voorop staat. Wij willen met nieuwe technieken en met nieuwe mogelijkheden de jager nog beter uitgerust op pad sturen. Zo zijn wij in 2017 voor het eerst op de markt gekomen met Dissolve, de camouflage die geënt is op het dierlijk spectrum, hoe het dier kleuren ziet, UV ziet, diepte ziet. En in 2018 kwamen we met Neo Nordic 200, een membraan met een ademend vermogen die nog niet op de markt eerder was vertoond. 20.000 gram lucht ademend vermogen per 24 uur per vierkante meter. En nu zijn wij op de markt gekomen met de eerste insectwerende kleding die niet toxisch is, die niet giftig is, gebaseerd op een lichaams-eigen aminozuur. Ik zei het al, een lichaams-eigen aminozuur. We hebben het allemaal in ons lichaam, in meer of mindere mate. En dat verklaart ook dat als Jacob en ik samen in het veld liggen, ik bijvoorbeeld helemaal niet onder de teken kan zitten, terwijl Jacob op een halve meter naast mij er wel helemaal onder zit. Het verschilt van mens tot mens in de mate van het aminozuur. Het is maar de hoeveelheid die het lichaam aanmaakt. En Sweatteam is er als eerste in geslaagd om dat aminozuur in een synthetische vorm in de stof van de kleding te impregneren, waardoor het dus insectwerend is geworden. En met insectwerend bedoel ik natuurlijk ook zeer zeker de teek, dat vervelende beest die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Onze kleding Antibite is een uitstekend kledingstuk om u te beschermen tegen onder andere de teek. De vraag die we constant krijgen in de zaak van klanten is dan, hoe lang beschermt deze kleding tegen die teek en insecten, met name als je het gaat wassen? Nou, als je de wasvoorschriften volgt die in het wasetiket staan, dan is de effectieve werking van Antibite tot en met 80 wasbeurten 97,2%. Dus in 97,2% van alle gevallen beschermt het je tegen de teek. Vanaf wasbeurt 80 tot en met 125 neemt het steeds een klein beetje af en rondom wasbeurt 125 is het uitgewerkt. Maar even voor de duiding, als je een broek 8 keer per jaar wast, dan is die broek na 10 jaar nog altijd een beschermingsgraad van 97,2%. Dus die broek kan wel 10 jaar mee, Diederik? De broek is inderdaad goed genoeg om 10 jaar mee te gaan, maar eerlijk gezegd hopen we wel dat die eerder wordt vervangen. Oké, voldoende uitgelegd. We gaan nu over tot de prijsuitreiking. In de advertentie van de prijsvraag wordt gesproken over de verloting van 1 set. Ja. Maar we hebben zoveel inzendingen gekregen dat Sweatteam Benelux genereus aangeboden heeft om 2 sets te verloten. Ja, en daarbij hebben we gekozen, Jacob, om 1 set voor de man en 1 set voor de dame te verloten. Heel goed, want er zit een prachtige damescollectie tussen dus. Daarom. Prima. Ik ga je zo dadelijk vragen. Je ziet het hier klaarstaan. We hebben een box met dames en we hebben een box met heren. Mm-hmm. En dan ga je gewoon... Ga er maar even rond, grabbel maar even rond en pak er een uit. En dan gaan we voorlezen wie de gelukkige winnaar is. Nou, dames gaan voor, toch, Jacob? Eerste dames. Dus we pakken eerst de dames. Ik schuif hem iets naar mij toe.
Ik kan niet zien wat daarin zit. Ik weet ook niet wat erop staat. Ik ga wel even een beetje hutselen. Dat het eerlijk verloopt. Oh, gooi ik ze eruit. Ja, dat valt er niet uit. Kan gebeuren. De winnares van de Sweatteam dameskleding set. Het antwoord wat hierop geschreven staat is inderdaad het lichaamseigen aminozuur. En, Jacob, een roffeltje. De winnares is Bianca van Dorrestein. Van harte gefeliciteerd. Jacob, spannend. We gaan over naar de prijsuitreiking voor de heren. Ik ga weer grabbelen in de grote ton. Ontzettend veel inzendingen. Ik voel het gewoon een beetje hier tussenuit. En ik lees het juiste antwoord. Antwoord A, lichaams-eigen aminozuur. De winnaar van de Sweatteam Herenset Antibite is voor Henk van Varik. Van harte gefeliciteerd met de Herenset. Jachthuis Lemuiden zal met de winnaars van de set contact opnemen. Henk van Varik voor de heren en Bianca van Dorrestein voor de dames. Oké. Waar bestaat de set uit die gewonnen is? Die bestaat uit een jas, zomerjas, antibite, een bijbehorende cap en de bijbehorende broek met een versterkt voorfront. En deze is verkrijgbaar in dames- en in herenmaat. Nogmaals, van harte gefeliciteerd en heel veel plezier met uw sweatteamkleding.